Met een gemiddeld bezoekersaantal van 150.000 en een wachttijd van 1,5 uur is het Dickensfestijn een van de grootste in zijn soort. Dit jaar wordt het voor de 24ste keer georganiseerd en er spelen 950 personages mee. Waar anders zou dit plaats kunnen vinden in ons prachtige Deventer? Ja, ik zei wel met hem bezig, maar ik let wel op, hè? Dat is zo de mieter in mijn wijk. An eggnog a day keeps the doctor away. Who makes me lose? An eggnog a day keeps the doctor away. If you want some, you lose some. You win some, you get some. Mooie rakenbol. Ja. Kijk die anders even leeg ruilen. Nee, dat niet. Schoorsteen, kleine schoorsteen. Bij de kerst. Middelmatige schoorsteen. Open schoorsteen, dicht. Alles is anders, dus alles is duur of goedkoper. Het maakt ook niet uit. Maar ik ga niet naar mijn werk. Hoe lang staat u al in de rij? Ik geloof wel dikke uur. Waar komt u vandaan? Ik woon in Rotterdam. Waarom bent u naar Dickens gekomen? Zij zei dat het leuk is, dus... I'm Tony, Düsseldorf. Why did you come to Dickens? Because my girlfriend wants me to. Cyprus. Why did you come to Dickens? Because Dickens is a very influential writer, and the meanings and the stories of his books are still relevant today. Uit Capelle aan IJssel. Waar bent u naar Dickens gekomen? We zijn hier 10 jaar geleden ook al eens een keer geweest. Dus ja, we vonden het wel leuk. Weet u wie Dickens is? Dickens, dat is een schrijver. We komen uit Duitsland, Gütersloh. Aus Gütersloh. Und warum nach Dickens? Weil ich das ganz interessant finde, mal Charles Dickens Weihnachtsgeschichte nachzuempfinden. Warum sind Sie nach Dickens gegangen? Warum? Weil meine Freundin das so möchte. Warum? Weil wir davon gelesen haben und dass es sehr schön sein soll. Merry Christmas!
sidewalks, dressed in holiday style. Heerlijke appels, steeds alleen halen. Appels, steeds alleen halen. Wilt u komen? Steeds alleen halen. Het zijn wortels. Dood is dood. Bloed is goed. Rauwende mensen. You hear? Silver bells. Silver bells. Happy New Year! In the city, ring a ling. Alle relaties uit de sneeuw en alle mistletoe over de neer. Het meest romantische kerstcadeau. Tickets over here, 215. Always a prize. Red and green. Merry Christmas. As the shoppers rush home. Who with their treasure? Kids are so crunch. Moving, moving. Kids bunch. This is Santa. I'm from the Philippines. Why'd you come to Deventer for the Dickens? Yes, because I love Charles Dickens. I love his stories, Oliver Twist, and the Christmas Carol. Why do you love it so much? Because maybe when I was little, I loved the stories. I grew up with that kind of books. My parents read me those kind of books when I was little. Nou, dit is de eerste keer dat wij hier komen. We waren eigenlijk heel nieuwsgierig naar wat het in zou houden. Hi Juan. Why did you come to Dickens? I heard it's a really good festival here. And it's really famous in the Netherlands. That's why I'm here. Ja, goedemiddag. Kunt u iets vertellen over uw dagelijkse bezigheden? Ja, wij zijn de wasserij van Deventer, hè? Wij zijn de oudste wasserij, de beste ook helemaal natuurlijk. En wij wassen voor de hele stad. Dus iedereen kan zijn vuile goed hier inleveren. En dan wordt dat hier geschrapt en gestampt en gewassen en gemangeld en gedaan. En dan wordt het helemaal hagelwit. Hey, hoer, werken! Sorry hoor. Dood is dood! Ja. Wild is goed! Hot one! Get your hot one! No standing in line for the hot one! Ja, wat brengt u vandaag hier op straat? Wat ons op straat brengt is dat we naar een dikke festijn zijn gekomen omdat we het enorm leuk vinden om bij te dragen aan dit enorm leuke festijn. Ik zie dat u in een koppel bent, een soort tweelingstel. Ja, is, dat een bepaal, is daar een bepaalde reden nog voor? Nou, we zijn elkaar tegengekomen, om het zo maar te zeggen. We wouden iets apart doen en dat bleek dus echt om twee tweelingen bij elkaar te krijgen. Nou. Dat is ons uiteindelijk denk ik goed gelukt. Zo verliefd. Hij is een beetje... Oh. Ja. Heb je mijn nichtjes gezien? Ja, wat een leuke meisjes zijn dat wel opgevoed. Ja. Hè? Dat en de baby. Ik heb gezegd, don't touch the baby. Nee. Ik dat doen we ook niet. Natuurlijk niet. Voor Maatje even alleen zonder mij. Dit tonnenrollers uit het bergkwartier. Ja. Wat houdt die baan precies in? Drank verschepen van voor naar achter, van onder naar boven. En af en toe ook nog even een slokje zelf of? Twee. Goed voor de inwendige mens zorgen natuurlijk. Hè? Dus ja goed, wij zorgen goed voor onszelf. Maar wij zorgen ook goed voor de gasten waar we naartoe brengen. Van Dickens Festival één groot feestje. Het is één groot feestje.
iemand die slecht uitziet. Zitten! Zitten! Kom op! Voeten erop! Voeten erop! Ja! Zit er eentje in? Wacht! Doe maar een wedstrijd! Kom hier! Alles hier! Klaar! Jullie zijn samen ongeveer 50! Jullie ongeveer 25! En jullie ongeveer 102! Waar staan en tegelijk wie dit boven de berg is? 3, 2, 1, ja! Meneer, heeft u misschien Scrooge gezien? Nee. Ik verwacht hem wel steeds, want hij krijgt nog een rekening van mij. Hij heeft hier een boekenkast gekocht, maar heeft hij nog steeds niet betaald. En wij zitten namelijk ook te zoeken. Wij zitten ook achter hem aan. En ik denk dat hij dat weet, want hij komt hier gewoon niet langs. Hij verdomt het gewoon. Ja. Gierige vrek is het ook. Ja, het is een hele gierige. Je moet constant achter je geld aan, hoor, bij hem. Ja. U bent Ebenezer Scrooge, toch? Wat zegt u? U bent meneer Ebenezer Scrooge, toch? Dat klopt. En waarom wordt mij ineens zo'n rare toeter voor de neus gehouden? Omdat ik benieuwd ben naar uw huidige financiële zaken. Wat gaat jou dat aan? Geen fuck. Nou, dat gaat mij wel aan. Ik hoop dat u het goed heeft. Natuurlijk gaat het mij goed. Maar ik vraag me af waarom ik dat met u moet delen. Oh, Hamburg! Houd toch op, zeg! Ik doe altijd zo boos met kerstmis. Wilt u mij niet aanraken? Nou, zeg een beetje toch wel. Nee, helemaal niet. Nou, zeg, als ik dat niet deel, dan kom ik vlak bij u staan. Nee, oh nee, dat doen we even niet. Nou, prettige kerstdagen. Hot chocolate. Hot wine. Hot wine. Pas erop. Merry Christmas, happy holidays, etc. I'm sorry for the weather, I really am. We zitten hier te schuilen in een gezellig tentje op het Dickens Festival, nadat we al heel veel goede dingen hebben gezien. En als de regen weer wat minder is geworden, gaan we weer verder. Het regent alweer, maar uit de verpeste sfeer nog steeds niet. Tas. Schoen.
Zo uitzien. En willen jullie dat? Nee, werken dus.